Hoi allemaal, bij deze een kleine video over de interface van Maya. Als je net begint, dan lijkt het heel erg veel. En het is ook best wel veel. Maar je hoeft nu in het begin nog maar een paar dingen te weten om te kunnen gaan modellen. Dus die wil ik heel eventjes gaan doorlopen. Nou, hierbovenin vinden we alles voor onze mesh om die aan te passen. Dus ons model. File, goed om te weten. Nieuwe scène aanmaken, openen. Objecten importeren. En je project window, hier gaan we het nog uitgebreid over hebben. Zorg dat deze op modeling staat. Hier zie je ook dat er andere dingen staan, zoals rigging, animation en dat soort dingen. Maar wanneer ik bijvoorbeeld op rigging druk, dan verandert die bovenste bar. En dan zie je dingen zoals mesh zijn weg. En daarvoor in de plaats zien we dingen zoals skeleton, skin, dat soort dingen. En dat heeft allemaal te maken met rigging, wat we in dit geval nog niet nodig hebben. Dus zorg dat deze op modeling staat en dan zit je goed. Hier vind je weer wat afkortingen voor safe scene. Is hetzelfde wat we eigenlijk hier zien, maar dan op een andere plek. Dat ga je in Maya trouwens nog heel veel tegenkomen waarschijnlijk. Dat bepaalde onderdelen echt op drie verschillende plekken te vinden zijn. En dat heeft net te maken met voorkeur. En het een is misschien net wat sneller dan het ander, maar goed. Ik ga dus niet alles af. Deze moet je wel kennen. Snapping tools, snap the grid, snap the curves. Als je er overheen hovert, zie je ook een korte uitleg. Dat zie je dus ook bijvoorbeeld hier. En als je goed kijkt, zie je ook rechtsbovenin dat de shortkey er staat. Dus in dit geval open scene. De shortkey daarvan is Ctrl-O. In nieuwe scène is de shortkey Ctrl-N. Dus als je wil weten wat de shortkey is, hover er even overheen en dan vind je het wel. Of doe even een snelle Google search natuurlijk, dan vind je het ook meteen. Dus SnapTools, hier gaan we het allemaal nog over hebben, hebben we nu niet nodig. Kijk goed naar of deze bar vooral oranje is, dus dat je in polymodeling zit en niet in NURBS, want dat zijn deze blauwe. Is een andere workflow en werkt allemaal net wat anders, maar bij games gaan we vooral met polygonale objecten bezig. Dus dat is dit tabje. En zorg dus dat die hierop staat wanneer je gaat modellen. Hier zie je ook meteen de polygon primitives. En dit zijn eigenlijk altijd de startobjecten waarmee we beginnen met modelen. En die zet je neer door erop te klikken. En deleten moet weer weg te halen natuurlijk. Deze andere tabjes hebben we allemaal nog niet nodig. Dus gaan we het ook nog niet over hebben. Workspace Maya Classic, hier rechtsbovenin, staat hier waarschijnlijk op, is gewoon prima. Er zijn een paar tools hieronder, een paar minuutjes die we nodig gaan hebben, veel nodig gaan hebben. Dus ik raad aan om die alvast te docken. Dat is je channelbox. Als ik hierop klik, dan komt het op deze manier hier te staan. Maar die kan ik slepen. Oh. Kom op, werk mee. Zo, naar de zijkant. Dus je channelbox. En je layer editor, die vinden we hieronder. Tool settings gaan we nog over hebben. Attribute editor. Ga ik ook hier docken. En dan als laatste welke ik wil docken is deze. De modeling toolkit. Is vooral handig voor beginners. Dus ik raad heel erg aan om die ook alvast te docken. Die zet ik ook hier neer. En die ziet er zo uit. En even kijken, nou, zetten we even een cube neer, zodat we even iets hebben om naar te kijken. Navigatie, scrollen, is inzoomen. Andere manier om in te zoomen is Alt ingedrukt houden en rechte muisknop ingedrukt houden en slepen. Dan zoom je ook in en uit, in en uit. Dus het gaat wat smoother, wat minder in stapjes. Alt ingedrukt houden en linker muisknop ingedrukt houden en slepen is om je model heen draaien. Alt ingedrukt houden en middenmuisknop ingedrukt houden en slepen. Dan kan je pennen, dus naar de zijkant heen en weer gaan. Op en neer. Op deze manier. Dus zo navigeer je. Dus Alt ingedrukt houden, linkermuisknop. Alt ingedrukt houden, rechtermuisknop. En Alt gedrukt in... Alt ingedrukt houden... Alt ingedrukt inhouden en middenmuisknop om dit te doen. Nog een ding wat je echt moet weten zijn de viewports. Die vind je hier in de zijkant. Oh, ik vergeet bijna een heel belangrijke. Ik kom eens op terug. Viewports vind je hier.
Deze zitten we nu in. Dus dat is ons grote grid. Dat zien we hier. Hieronder zien we een tabje met vier vakjes. Dus als ik daarop klik, krijg ik ook hier vier viewports. Hier is perspective view, side view, front view, top view. En deze kan je groter maken of fullscreen maken door er overheen te hoveren en op spatie te drukken. Dus ik hover hier over de side view heen, druk op spatie, side view groot, front view groot, top. En weer perspective. Dus zo gaan we uiteindelijk heel veel switchen tussen verschillende viewports om een mooi 3D model te maken. Andere manier van viewports weergeven kan ook op, naast elkaar, dus met z'n tweeën. Ik zet hem heel eventjes op deze grote. En het tapje hieronder is je outliner. Deze gaan we ook heel erg veel gebruiken. Hier komt straks een hele lijst in te staan als je een grote scène hebt, waar je al je objecten kan terugvinden. In dit geval heb ik nu mijn cube geselecteerd, dus die heet nog P-cube 1. Benaming kunnen we hier ook aanpassen, dat gaan we nu niet doen. Gaan we het nog over hebben. En die kan ik ook weer dichtgooien door op te klikken. Ik kan hem ook hier op klikken en dan blijft hij gedokt staan aan de zijkant. Hieronder gaan we het nog niet over hebben. Smellscript. Dit heeft te maken met je animaties. Deze, ik zou hem bijna vergeten, hier aan de linkerkant. Is als je er overheen hovert, je select tool. Lasso tool, paint selection tool, move tool, rotate tool en scale tool. En als je goed kijkt naar de shortkeys hiervan, dan zie je ook Q, W, E en R. Dus dat is heel makkelijk op je keyboard, Q, W, E, R. En ik raad heel erg aan om die meteen uit je hoofd te leren. Dus probeer daar meteen vanaf het begin af aan mee te werken. Het is heel even wennen natuurlijk en even zoeken. Maar hoe sneller je jezelf dat aanleert, hoe makkelijker het allemaal wordt in de toekomst. Dus W, E, te rotaten, speel je vooral mee. En R om te scalen. Belangrijk bij R, het blokje in het midden, is om het hele geheel te scalen. Dus uniform te scalen. Hier scalen we de bovenkant, de Y-as. Nou, ga er vooral mee spelen, dan... We zijn snel genoeg achter hoe de tool werkt. Gaan we naar de zijkant. Hadden we onze Channel Box Editor. Oh, ik heb mijn cube weggegooid. Hoi, daar ben je weer. Channel Box Editor, Lay Editor. Vind je hier. Dus allemaal waardes kunnen we hier gaan invoeren. Dus als we met precieze maten gaan werken, kunnen we dat hier invoeren. Of bepaalde locaties natuurlijk. Moet de scaling hebben. En dan zul je ook zien wanneer ik bijvoorbeeld hier ga scalen en ik doe het lekker met de hand, dat daar de waardes aanpassen. Dus hier kun je alles ook weer mooi op 0 zetten bijvoorbeeld. Oh. 0 is al heel klein, dan zien we vrij weinig. 1, dat lijkt me beter. Yes. Zoals je channelbox, layer editor, gaan we het nog over hebben. Attribute editor, dus alles wat we kunnen vinden op ons object. Dus de material. Dat soort dingen vinden we allemaal terug hier. Modeling toolkit. Hele belangrijke of hele fijne denk ik wel om open te houden in het begin. Hier kun je namelijk de bepaalde onderdelen selecteren van je model. Het kan namelijk op deze manier. Dus rechte muisknop ingedrukt houden op je model. En dan zien we dingen zoals edge. De edges selecteren. Vertex. Kunnen we de vertices selecteren. Faces, kunnen de faces selecteren of we kunnen naar object mode en dan hebben we het hele geheel. Nou, als je goed hebt gekeken, dan zag je dat het ook aan deze zijkant veranderde. Dus als ik hier naar face ga, zie je dat hij hier ook naar face gaat. Hier naar vertex, dat hier ook naar vertex gaat. En zo kan je dus op deze manier ook ertussen toggelen. Dus als je deze op deze manier handiger vindt, dan kan dat via hier. Dan is het misschien wat visueler. Dan zie je hier ook de puntjes, dat zijn de vertices. Dit lijntje is natuurlijk een edge, dus dat zijn de edges. En hier je face, dus om je faces te selecteren en aan te passen. Dus wireframe, shaded of wireframe unshaded. Dus dan hebben we een shaded met de wireframe eroverheen.
Deze wireframe shaded is denk ik wel handig in het begin. Dit heeft te maken met texturing. Komen we nog op. Dus zorg dat deze op modeling staat. Zorg dat deze op polymodeling staat. Dus dat de bar over het algemeen oranje is. Leer deze tools uit je hoofd. Dus QWER. Leer daar, probeer daar een beetje mee om te gaan. Kijk naar de viewports. Dus wanneer je op spatie drukt dat je kan wisselen tussen de viewports. En zorg dat deze channelbox, attribute editor en modeling toolkit hier gedockt staan aan de zijkant. Zodat je er snel mee aan de slag kan.